Het leger moet een betrouwbare partner van de samenleving zijn. Dit zegt de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kiyuasen. Wij spraken hem op donderdag 31 maart bij de bevordering van een aantal manschappen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura is ervan overtuigd dat onder leiding van de waarnemend bevelhebber het Nationaal Leger grote stappen voorwaarts zal maken. De weg naar de top is volgens haar voor een ieder weggelegd. Een zware verantwoordelijkheid. Een grote uitdaging die ik absoluut niet uit de weg ga. Ik heb al vanaf de aanvang van mijn carrière bewust gekozen voor een bepaald pad. Ik heb mezelf zitten ontwikkelen. Natuurlijk, mijn collega's hebben het ook gedaan. En op basis van je performance word je dan ook gekozen. Deze organisatie, dus het leger, is een grondwettelijk orgaan. Het moet een betrouwbare partner zijn van de samenleving. En dat is de uitdaging waar ik voor sta. Om samen met de legerleiding, samen met de ieder, want ik ga het niet alleen kunnen doen. Om samen met de ieder van het leger, om de taken die we moeten uitvoeren, om die ze echt goed uit te voeren. Persoonlijk vind ik elke bevordering altijd positief. Dat bewijst gewoon de progressie die mensen maken binnen een organisatie. De ontwikkeling die we meemaken als individu, maar ook qua organisatie. Het is ook motivatie wanneer je daar staat en je wordt bevorderd. Omdat je er echt naar lang uitkijkt of je maakt er recht op. Dus het is altijd goed. Dus concreet, het stelt of het presenteert, het geeft het beeld dat mensen zich ontwikkelen en dat de organisatie beter van wordt. Bevorderen van personeel naar een naast hogere rang is eigenlijk een ongoing proces. Het moet gebeuren. Maar alleen weten we dat binnen de overheid we te maken hebben met bureaucratie. Maar dan ligt het aan de staven, het ligt aan de commandanten om het personeel, op de rechtspositie van het personeel, op tijd te garanderen. Het is genoegen om in de kazerne aanwezig te zijn. Gisteren was ik er om met officieren te communiceren over de waarneming van de functie van bevelhebber door de luitenant-kolonel Kiyuasen. Het is een bijzondere eer en verantwoordelijkheid om leiding te geven aan het Nationaal Leger. Overste, ik wil u daarom feliciteren en heel veel succes toewensen samen met wijsheid en kracht. Ik ben overtuigd dat het leger, net zoals onder leiding van kolonel Van Akseldongen, nu ook onder uw leiding grote stappen voorwaarts gaat maken. Ook de kolonel Van Akseldongen ben ik zeer erkentelijk. En we gaan op een speciaal moment hem nog persoonlijk bedanken. Ten slotte wil ik alle militairen die bevorderd zijn van harte feliciteren. Ik zie de landmacht, de marine, de militaire politie, eigenlijk alle krijgsmachtsdelen. De hele organisatie is hier vertegenwoordigd. Ik wil in deze felicitatie betrekken hun gezinnen, hun echtgenoten, jullie partners, jullie kinderen, jullie ouders, maar ook de totale legerleiding, jullie afdelingen. Ik wens jullie heel veel succes in jullie nieuwe rang en roep jullie op om je te onderscheiden door zichtbare en uitzonderlijke prestaties neer te zetten. De weg naar de top is voor elk een weggelegd. En gelooft u in uzelf. Maak het waar.